Elk mens heeft wel één of meer trauma's opgelopen. Om in het dagelijks leven door te kunnen, worden trauma's verborgen in het onderbewuste. Totdat we er niet meer omheen kunnen, te veel last krijgen en hulp zoeken. Dan is het fijn als je met mensen werkt dat je iets afweet van trauma's. Wij gingen langs bij Muriel Venus van Venus Constellations, die ons hier meer over kan vertellen. Een trauma kan ontstaan bijvoorbeeld door een auto-ongeluk. Maar het kan ook zijn dat een trauma al veel eerder begint. En bijvoorbeeld al in de baarmoeder of tijdens geboorte of vlak na de geboorte. En als je dan later in je leven nog andere ernstige dingen meemaakt, krijg je een opstapeling van trauma's. En dat is een complex trauma. Iemand met een trauma, ten eerste het logisch denken schakelt uit. Dus iemand reageert wat meer vanuit een kindreactie. Mensen hebben vaak angsten. Dissociatie is heel bekend, het wegkijken van mensen. Dus er zijn heel veel verschijningsvormen van trauma. Een trauma kun je verwerken door dat deel wat je afgesplitst hebt in een trauma weer te gaan integreren in de rest van je zijn. En daar zijn verschillende methodes voor. Bijvoorbeeld IFS of mindfulness of identiteitsgeoriënteerde psychotraumatherapie of interne zelfresonantie. Hoe je het beste om kunt gaan met mensen met een trauma is door vooral liefdevol en oordeelloos te kijken. Dat kun je het beste doen als je zelf wat weet van trauma. Dus als je trauma bewust bent, als je trauma informed bent, dan snap je meer van wat er gebeurt. En dat kun je doen door je eigen processen te doen. Daarvoor kan je bijvoorbeeld supervisie doen, of je kan in een werkgroep zitten, of je kan een opleiding volgen in traumatherapie.